vlog. Het is ook een nieuwe vlog. Je hebt geluk. Of je hebt pech vandaag als je me tegenkomt. Ik ben namelijk op zo'n level dat of ik negeer je. Of ik ben super chagrijnig tegen je vandaag. Het is pas dag 2 van mijn reeks deze week die ik moet werken. En trek het niet. Dus ik ga kijken wat ik kan regelen vandaag op het werk. En dan zullen we zien. Maar dit wordt hem niet. Dus ik probeer er een leuke vlog van te maken. Ik kan niks beloven. Het is nu 6:30. Ik kom trekken weer. Liefst zou ik gewoon nu terug in bed gaan liggen en gaan slapen. Want ik ben toch niet heel veel nuttig vandaag. En dat komt puur om het feit dat ik gewoon bloedchagrijnig ben. Oké, dit is echt de slechtste intro ever. Dit is het chagrijnigste intro ever. Ik probeer me nog in te houden. Het gaat allemaal nog vlotjes. Ik lach nog. Maar dit is geen lach van blijdschap. Dit is een lach met een boer die kiespijn heeft. Dus ik zie jullie vanmiddag. En hopelijk, na genoeg bakken koffie, is deze Lucien wakker. In een andere modus? Ik verwacht echt ervan niet. Dus tot straks. Ondertussen ben ik terug van het werk. En ik wilde nu heel even vlug in de douche springen. Ik heb net, of ik heb eigenlijk vandaag de hele dag gewerkt. Ben bezig geweest in het lab. Ben vervolgens bezig geweest met spullen schoon te maken en alles. En daar heb ik eigenlijk mijn hele werkdag aan besteed. Vervolgens ben ik naar huis gegaan, heb ik net gegeten. Nu heb ik net even de video die ik gisteren heb geëdit heel even in de upload staan. Hij moest nog heel even een tijdje. Dus ik dacht, ik ga heel even in de tussentijd douchen. Hij is bijna klaar. Maar dan kan ik dadelijk, als ik klaar ben met douchen, meteen de volgende editen. En dan staan er vandaag 2 online. Dat is dan de hele tijd niet meer gebeurd, dus daarom. Ik moet wel heel even op de achtergrond in de gaten houden of mijn telefoon niet afgaat. Ik ben namelijk op dit moment in bezit van 3 telefoons. De storingdienst. Welkom hier. Ik heb vandaag de storingdienst. Of voor deze middag slash avond slash ochtend, zeg maar. Morgen vroeg mag je mooi weer terug naar de leidinggevende. Maar anders had een collega van mij de storingsdienst de hele week. En een andere niet. Dus nu kunnen we mooi switchen. Ik heb eigenlijk nooit de storingsdienst gehad. En ik moet je eerlijk bekennen, het is echt een rampendag om storingsdienst te hebben. Want ik krijg alleen maar boze klanten aan de lijn. Dus top. Ik heb ze allemaal goed afgehandeld. Dus dat is een toppunt. Maar het is wel een leerproces. Het is het voordeel dat ik niet bang ben om de telefoon aan te nemen. Want als dat ook nog eens was geweest, was het echt een dramadag geweest. Ik heb alles mooi afgehandeld. Ben ondertussen ook dus elke keer als ik gebeld ben, alles aan het doorspelen naar mijn collega. Want die hoort dus officieel vandaag nog de storingsdienst te hebben. Dus die hoort officieel alle kennis nog te hebben die aan de telefoon vergaard wordt, zeg maar. Dus eigenlijk doe ik nou zijn storingsdienst. Maar is hij nog wel verantwoordelijk, maar doe ik het, zeg maar. Dus snap je een beetje hoe ik bedoel? Dus hij moet wel een beetje van op de hoogte zijn wat er nu eigenlijk allemaal gaande is. Zodat hij het wel kan verantwoorden, zeg maar. Het is wel een goed lesje om te leren. Want ik denk en ik verwacht dat ik in de toekomst wel vaker de storingstelefoon ga krijgen. Dus we gaan er gewoon mee oefenen vandaag. Ik hoop alleen niet dat ze me vannacht wakker bellen. Zul je zien van wel. Maar ik ga nu douchen. Daarbij hoop ik ook niet dat ze nu daar bellen als ik onder de douche sta. Zul je daar ook wel zien. Maar we gaan er even een chill avondje van maken. Zo, sorry. En we gaan kijken wat we deze avond gaan doen. Ja, editen in ieder geval. Uitrusten in ieder geval. Want alle vrije tijd die ik heb, gaan we gewoon mooi gebruiken. Heel veel vrije tijd deze week heb ik namelijk niet. Dus we gaan alle vrije tijd die ik kan benutten. En in het editen stoppen, zodat ik in mijn hoofd weer minder stress heb. En jullie meer kijkplezier hebben. Dat gaan we doen. Dus ik zie jullie straks nadat ik lekker onder een warme douche heb gestaan. Eén video staat online en de ander is nu nog steeds aan het exporteren. Hij is ietsje langer geworden dan ik had verwacht. Hij is 35 minuten. Dus ik ga nu lekker slapen. Ik laat deze lekker lopen. Op
opnieuw lopen. Hij is letterlijk net afgesloten. Dus ik ga lekker slapen. Ik hoop jou morgen weer te zien bij een goed nieuwe vlog. En tot die tijd wens ik jou een hele fijne ochtend, middag of avond. Doeg!